voor bescherming van het milieu in Amazonegebieden en een overzicht te creëren van het gebruik van chemicaliën in deze gebieden, vond vanmorgen een lancering van de Mining Impact Calculator plaats. Het gaat om een nieuw instrument ontwikkeld door de Conservation Strategy Fund, CSF, en het Federale Openbaar Ministerie van Brazilië, die sociale en milieueffecten van ambachtelijke goudwinning beoordeelt. Met steun van USAID is de Mining Impact Calculator al aangepast voor gebruik in verschillende Amazone-landen, waaronder Suriname. De lancering markeert een belangrijke stap naar verantwoorde en duurzame mijnbouwpraktijken. Catherine Griffin, plaatsvervangend missiehoofd, zegt dat deze kostbare bronnen een cruciale rol spelen bij het instand houden van de natuur. Naleving van deze regels zal ook voordelen hebben voor inheemse en Maron-gemeenschappen. Een van de grootste milieuproblemen bij ESGM is de introductie van schadelijke chemicaliën, zoals kwik, in het milieu. Hierdoor worden water- en visbronnen vervuild die de gezondheid en het welzijn van lokale gemeenschappen aantasten. Deze chemicaliën veroorzaken op lange termijn schade aan zowel land als waterdieren in het regenwoud en uiteindelijk ook ons. De Mining Impact Calculator stelt gebruikers in staat om zowel de ecologische schade als ook de sociaal-economische impact van kleinschalige goudwinning in waarde vast te stellen. Griffin stelde verder dat deze calculator kan helpen bijdragen aan het stimuleren van de welzijn en gezondheid van mensen door bescherming van onder andere het water. Door de jaren heen zijn bepaalde natuurelementen aangetast vanwege gebruik van zware giftstoffen. Griffin ziet deze calculator als een structurele oplossing. Het berekent de economische waarde van ontbossing, riviersedimentatie en kwikverontregening in real time. Dit verschaft een cruciaal inzicht van de effecten van de mijnbouwactiviteiten in bredere zin. Deelnemers werden in de gelegenheid gesteld om te kunnen observeren hoe de Mining Impact Calculator werkt en konden meedoen aan discussies over de mogelijke implicaties ervan voor de industrie in Suriname.